Jan Bleuland. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Jan Bleuland werkte als geneesheer, zeg maar de huisarts van de 18e eeuw. Hij had grote interesse in de anatomische bouw van mens en dier en in veranderingen in het lichaam als gevolg van ziekte. Vooral als het om het spijsverteringskanaal ging. Bleuland onderzocht overleden patiënten en bewaarde gezonde en zieke weefsels. Weefsels met gezwellen en allerlei vergroeien. Een tong met strottenhoofd, de slokdarmtumor van een klokkenmaker en armen en benen. Maar ook het skelet van een kind met een waterhoofd. Een foetus versierd met kettingen. Een voet met 7 tenen. Een long met tuberculose. Een foetus in een vruchtzak. Skeletten met afwijkingen door de Engelse ziekte. En de long van een krankzinnige met een speld. Door zijn preparaten te kleuren zocht hij naar anatomische structuren. Ook spoot hij de lymfevaten, ofwel watervaatjes, op met kwik. Bleuland werd beroemd en zijn collectie was van groot belang. Er kwam een wet die elke universiteit verplichtte zo'n verzameling op te bouwen. Koning Willem I kocht Bleulands kabinet en schonk het aan de Universiteit Utrecht. Een bijzondere collectie die nog steeds bestaat. Indrukwekkend, soms een beetje griezelig, maar vooral mooi.